En hallo mensen van de Jasper Gaming Channel, welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario World. En zoals je kan zien, ik ben nog steeds niet verder gekomen. Wat een kutleven heb ik toch. Ach ja, kutspel, kutleven. Zo kun je het ook wel zeggen. Oh, Big Don Reno. En ja, jullie weten het gebruikelijke, binnen 250 of 260 binnenkomen. Ja. Huh. Oh, skill. Dat was pas skill. Nou, ziet goed uit. Nu spannend erom. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Oh. 3. Nee, mis. Yes. 1, 2 en 3. Ja, mooi. En gewoon gehad op de eerste poging. Yes. Nou ja. Dus we gaan nu door deze buis heen. En dan komen we bij Chocolate Secret. Oké. Ha, pak dat gewoon. Oké, er zijn dus van die rugby spelers. Ja. 1, 2. Kom hier! Kut! Maar. Oh! God! Kut! Oké, spring! Hup, hup. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht van, ah kut, ga ik alweer dood. Hé. Oh ja, fuck. Ah, die deed... Alweer bijna in de fout in, hè. Alweer bijna. Zeg me zo naar rechts gaan, maar dat deed ik gewoon niet. Ik ben awesome. 1, 2, zo, snel. Hier zo naartoe voor de mushroom. Ik wist gewoon dat daar een mushroom in zat, hè. 1. Oh. Ja. Nee. Ah, bukte ik voor die ene rugby, werd ik geraakt door die andere. Draait. Kom op, checkpoint. Dank je. Mooi. En hier zo kun je volgens mij snel een rupjes halen. Door naar beneden te... Beneden, niet... Wat de... Luigi, kom op. Je bent altijd zo'n kutkind geweest, hè? Oh! Maar dus moet je hier zo... Naar beneden drukken en hier zo uitkijken. Ja, oké. Ja. Ik heb nog steeds een fucking last van mijn keel. Hopelijk is geen ontsteking. Maar ik moet eens even wel een tussen van. Ja, als je wel weer een keer op de gang is gewoon. Nou, het zal pas niks zijn. Maar ja, dat is zo. Moeten zijn gewoon zo. Ja, en ik ben er bijna, ik ben er bijna. Oh crap. Ze gaan allemaal. Samen, nee. Ik wil niet dood. Maar gelukkig dat we die checkpoint hebben gedaan. Want dan ben ik hier zo weer. Yes! Chocolate Secret. Kom op, Luigi. Wat een kutkring ben je ook, hè? What the fuck? Ik druk naar beneden. Luigi heeft zoiets van. Nee, fuck jou. Hey, dan Luigi. Oké, okay, ik mag geen upje. Dan ga je maar gewoon mooi game over. Fuck jou dan. Misschien kan ik hier zo wel beter met ergens of zo gaan springen. Bij dat zand. Kom op. Oh, wacht. Dat was de
doorspoelknop. En die heb ik juist nog net niet nodig hier. Gewoon dat ik zo ga springen. Want dan springt Luigi. Dus dan zou ik hem ook niet zo snel helpen. Oh, crap! Dat was dan weer de laatste, hè? Ah, kom op. Godverdomme. Ik voel me echt niet goed. Help, ik ga dood. Help! Ja, ik kan dus een pier die ook niet meer maar als een let's play zien. Nou, Luigi. Om een Game Boy Advance doe je dit gewoon wel, maar nu niet. Wat actief is mijn god, ben je ook? Ja, Luigi, dan moet je maar gewoon luisteren. Ik vind het ook geen wonder dat je hier zo'n game over gaat. Of afgaat, hoe je het ook wil noemen. Dat je afgaat bij Prinses Daisy. Kutnaam heeft ze toch ook, hè? Daisy. Je moest jezelf schamen, Luigi. Oké, ik heb het gehaald. Fuck. Yo! Zo. Godverdomme, is er nog één. Fuck. Deze kerels. Toch. Zoveel. Oké, ik doe gewoon twee tegelijk. Oh, ik dacht al. Had ik de... Yes, 24. Dus dan kom ik uit op 91. Oh, wacht, 1. 1! Yes! Mushroom. Oké, als ik nu... Ja, ik heb nu mensen. 2 hupjes. Oh, nog 1. Oh, goed. Zie je wel, Luigi. Als je nou niet zo typisch mogol bent, kom je gewoon in de bonus stage. Juist. Kasteel 6 van Wendy. Oké. Dit kan nog. Oh, crap. Wat heb ik toch gehad aan dit level? Met deze krengen hier. En die cirkel zagen. Dat ik ze mooi was, maar toch niet. Ah, crap. Ik kom ze echt maar. Oké, die kan ik nog wel. Ah! Dat is wel ook echt zo kut dat je gewoon niet weet waar ze komen. Ik dacht van, dat kan nog wel, maar nee hoor. Spel moet weer zo zeggen van, hey, weet je wat, ik fuck jou. Ik heb nog gewoon nog maar fucking 6 levens. Komt allemaal dankzij jou, Dry Bones. Fuck jou. Als Luigi op jou kon spugen, dan deed ik dat graag. Hoe de fuck komt hij opeens van achteren? Hoe de fuck doe je dat? Oké, hier zo dus dan. En dan springen. Bukken. Oh. Fuck. Dat was één. Nee. Kom op, weg. Ja, spring. Hier zo op. Ja. Spring. Laatste check. Kut. Dit gaat echt zo freaking snel, dus dan moet ik wel. Wat? Nou, dan heb ik toch fucking hekel aan mijn kasteel. Als ik ergens van andere steden een hekel mag gaan hebben, dan is het wel dit hier. Oké, huppa. Ook het kom nog een jacht maar. Ja, ga maar weg. Hier zo stoppen en dus dan springen voor die cirkelzaak en rennen! Springen! Ja, oké. Nu weet ik wel ongeveer wat de troon eruit ziet. Oh, dat
Fuck. Dit is dus klein Luigi. Nee nou. Oké, als het goed is kan ik. Nee. De kans is dat het naast is juist weer die checkpoint. Damn you, Castle. Nee, te vroeg. Ah, crap. Yes, toch gaat. Oké, dus dan gaat hij omhoog, zodat ik iets met toe kan. En dus dan. Ja, oké, spring. En ga, spring. Yes. Volgens mij is dit onmogelijk te halen. Als je gewoon één mushroom hebt. En dat rode gedeelte niet hebt. Nu. Terug. Ja. Yes. Oh. Kele. Kom echt heel verkeerd uit. Strot maar. Oh. Ja, dat kan het weer. Ik kan de kip weer. Waarom blijft die kutkip me nou altijd af? Oh. Jou pak ik als eerst. Oké, ik vind nog steeds echt verkeerd klinken die kip. Doorspoelen. Ik heb geen zin om te wachten. Want ik kan maar iets van 15 minuten, dat wil ik nog wel zo houden. Oh. Ik niet onnodig doorspoelen, maar dat doe je ook altijd. Oh ja, dat is waar. Ja, hier is op. Ja, snel. Ja. Oké, snel komen. Nee. Oh wacht, mooi. Ah, kut, hier spannen die kringen gewoon weer, hè. Ik kon hier gewoon net zo'n mooi vingertje krijgen. Oké, deze leek makkelijker, maar deze heeft twee van die vuurballen. Dat is echt kut. En ik moet nu echt opletten voor die kringen. En ik heb haar verslagen. Yay! Zie je, gewoon hetzelfde als op kassa 3. Was Lenny? Ja, volgens mij wel. Dat is Lenny toch? Ja, nee, misschien. Ik weet het niet. Help mij. Thank you. Yes. Wat is dat dan weer van bezem? Swipe. Kon ik dat nou ook soms bij mijn zus doen? Maar die ook op kassa 6. Hij zei zo mooi aan de regionals hier de challenge dat de luister voordeel is een ship. Verder opbouwen, ja, het zal wel. Oké. Wacht. Nou, kies het. Sunken Ghost Ship is volgens mij een van de Ghost Ship van Super Mario Bros. 3. Als ik het goed heb. En die is dus iets gevallen en als die zo van het spookje zit, zijn dus die Koopa's of wat dan ook, die bonbons die daar zo omgekomen zijn. Zo gaat het verhaal. Maar ja, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering en ik zie jullie gewoon weer in de volgende aflevering van New Super Mario World. Adieu!